Oké, even kijken. Even kijken. Doen we dit hier? Gaan we dit snowballen? Bam. Doen we dit hier zo? Let's go. Doen we arches hier? Zo. Doen we dit hier? Zo. Doen we skellies? Bam. Hier. Zo. Doen we de hokwaarder hier? Zo. Doen we dit hier? Zo. Waarom praat ik zo raar? Weet ik niet. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hildka Floris, laat ons de like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. En ik hoop dat jullie... wat zeg ik allemaal? Ik lul allemaal weer onder. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hildka Floris, laat ons de like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. En vandaag is het best wel een leuke video, want ik heb het een beetje uitgerekend. En elk potje dat ik nu ongeveer ga spelen, gaat me bijna een euro kosten. En dat is best wel ziek en best wel raar eigenlijk. Dan denken jullie waarschijnlijk, hoe kan mij dat nou een euro kosten? Ik ga het zo in jullie laten zien, maar ik ben eerst op mijn account. En nog steeds de iPad gameplay ben ik heel erg blij mee. Ik ben weer omhoog gepusht. Ik zit nu 6666. Moet je kijken hoe vaak ik nu op rij gewonnen heb. Kijk eens eventjes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Let's go. 3666. Dat is op dit moment in de local leaderboards. Als dit online komt, deze video, is het weer best wel laag. Maar op dit moment 7k zitten er mensen. Dat is niet normaal, jongens. Dat is niet normaal. 113e. Maar ja, als je zo kijkt, er zijn ook heel veel boys met 7k. Eigenlijk moet ik ook gewoon 7k halen. Ja, misschien... Nou, ik had het waarschijnlijk sowieso niet gekund. Maar als ik het had gekund, dan had ik sowieso de Barbarrel max moeten hebben. Maar ik speel nu met dit deckie, mijn lievelingsdeck. En ik ben er een soort van over uit al dat ik de ballon wil star levelen. Probleem is hier, dit kost 10k. Dan naar de volgende kost 15k. Naar de laatste kost 20k. Dus dat betekent dat ik 45k kwijt ben. Dan kan ik letterlijk mijn ballon maxen en nog één musketier doen bijvoorbeeld. Dat vind ik een beetje suf voor een video. Dus ik wil even ervoor zorgen dat ik mijn star level rond de 100k heb. En dan ga ik alles uitgeven. Dat we in ieder geval een beetje iets hebben om te gaan spenden. Maar vandaag kost elk potje een euro. En hoe komt dat? Nou, wij gaan een Grand Challenge spelen. Bam. En die kost natuurlijk 100 gems. En ik ben niet heel goed in een Grand Challenge. En mensen zagen mijn laatste in de Grand Challenge. En die vonden het wel heel erg leuk. Maar ik ben niet heel goed in de Grand Challenge. Dus voor mij is zo'n potje elke winst, ja. Hier, een 80 gems kost iets meer dan een euro. Dit is nog meer dan een euro. Ik zou zeggen 1,40 of zo. En ja, als je alles verliest, dan kost alles gauw al een euro. Dan kost elke winst, kost je al bijna een euro. Dus wij gaan even kijken of we iets meer uit die euro, even uit die 1,40 kunnen halen. En dat we gewoon, ja, dat we dan zeg maar gewoon 10 winnen. En dan is opeens elk potje maar 14 cent. Wij gaan kijken of we dat kunnen halen. Wij gaan dus even de Grand Challenge spelen met dus dat Hogwider deck weer. Dat is gewoon het beste deck. Ik heb de Valkyrie eruit gehaald en de Ice Golem erin. Ik ben gewoon zelf, vind ik zelf, beste met cycle deckjes. Dus daarom speel ik nu een Hogwider deck. En niet bijvoorbeeld een Golem deck of zo. Of een P.E.K.K.A. deck. Of een Ramrider deck. Ik ben best wel best. Ik ben beste. Ik ben heel goed. Ik ben het beste met dus een Hogwider. Ja, niet een Hogwider deck, maar gewoon een cycle deckje. Gewoon een goedkoop deckje. Bam, we gaan gelijk. Gewoon. Ah, ik ben net te laat met die Ice Golem. Dus ik ga die ook niet droppen. Dan log ik dit zo. Hoppatee. Nice. Zo, let's go. Kijk, dit is mooi. Oh, dit is niet mooi. Oh, nee. Jump hier naartoe. Let's go. Mooi. Kom maar, Mega Knight. Kom maar binnen. We hebben één hitje gedaan met de Hogwider. Dat is chill. Dit hebben we prima verdedigd. Op zich ben ik best wel tevreden over hoe dit gegaan is. Hij speelt Mega Knight. Hij speelt... hoe heet dat ding? Royal Ghost. Huh, waarom zeg ik dan niet Royal Ghost? Heel raar. We doen een keer even nu de arches deze kant op. Want ik wil eigenlijk niet nu gek gaan doen. Ja, ik had al zoiets verwacht. Dan gaan we gelijk dit. Ah, dat had ik dan weer niet verwacht. Dat had ik dan weer net niet verwacht. We loggen dit eventjes zo. Dan moeten we dit wegsnowballen, want anders zijn we de lul. Zo, dat doen wij ook. En dan is dit prima gegaan. Allemaal wel zo ongeveer. Wij willen twee hitjes gaan via rechts. Sta voor. Moeten oppassen voor die Mega Knight. Ik dacht, ik ga hou nu eventjes die Infernatoren achter. Ook al kan ik waarschijnlijk terugzakelen naar nog een Infernatoren als ik snel ben. Wil ik toch even achterhouden. Doen we even de Ice Golem voor die Royal Ghost. Doen we eventjes nog niet een Hogwider. Hij kan nu gewoon heel simpel... Ja, nu doen we Hogwider. Hij kan anders gewoon heel simpel Mega Knight. Waarschijnlijk kan hij nog steeds heel simpel Mega Knight. We gaan het zien. Ja, maar dat duurt wel eventjes. Kijk eens aan. Doen we als nog twee hitjes. Doen we even de Infernatoren hier zo. Nice. Doen we de Skeletons hierop. En doe ik heel snel de Ice Golem hierop. Zodat die Infernatoren levend blijft. Kijk, dit doen we lekker. Dan kan je dat van mij best zappen. Kijk, weet je. Daar doe ik niet gek over. Dat vind ik niet heel raar. Maar dat is wel gewoon, ja, pech voor jou. Want wij zijn nu gewoon lekker. Doen weer lekker veel damage. Dan gaan we eventjes wachten. Dan doen we toch weer de twee... Ah, dan gaat hij poisonen. Ja, kom maar met je poison. 3, 2, 1, poison.
Dit was wel slecht. Het zijn wel echt gewoon hele slechte artjes. Ik kan cool gaan doen met Poison, 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 Poison Dome. Maar dat gaat hij gewoon doen. En ja, dat is gewoon slecht. Oké, even kijken. Even kijken. Doen we dit hier. Gaan we dit snowballen. Bam. Doen we dit hier zo. Let's go. Doen we artjes hier. Zo doen we dit hier. Zo doen we skellies. Bam. Hier zo doen we de Hogwarder. Hier zo doen we dit hier. Zo. Waarom praat ik zo raar? Weet ik niet. Even kijken. Bam. Zo. En dan Royal Barbaric barrel ik hem dit. Let's go. Nice. Dit gaat goed. Dit gaat tot nu toe goed. Bam. Nu moeten we alleen eventjes oppassen hiervoor. Dus doe ik even snel dit. En dan pam, 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 pam. Net dit. En dan eventjes een snowballetje. Om even die Fundraak even rustig te laten doen. Nice. Dat lukt allemaal. Arches hier zo. Doen we de Barrel Barrel hier. Nice. Dan wacht ik op zijn poison. Maar die komt er nog niet. Doen we nu de Hogwarder. Want ik verwacht iets van een ding. Doen we dit eventjes een earthquake zo. Om dit te vertragen. Dat lukt wel. Een pakketje. Let's go. Let's go. Rustig aan. Eerste potjes binnen. Weet je, dat is toch altijd lekker even beginnen. Ook al was deze speler niet heel goed. Toch even lekker beginnen. Gewoon lekker even sterk. Gewoon rustig. Nou, dat was ook niet heel slecht trouwens. Ga door naar het volgende potje. Laten we er gewoon nog twee doen. Laten we gewoon 3 potjes doen. Gewoon even rustig. Gewoon even chill. Stel ik ga lekker. Dan kan ik altijd nog een video maken. En dan uiteindelijk gaan we misschien. Want mensen vonden het leuk om Grand Challenge te zien. De vorige keer waren echt mensen echt positief enthousiast. Kan je ook negatief enthousiast zijn? Volgens mij niet. Volgens mij is dat een dubbel op is dat. Nee, ze waren dus enthousiast. En ja. Dus dat is leuk. Dat vind ik heel leuk. Speelt hij met. Wat speel jij nou weer mee, je gekke dwaas? Doen we eventjes dit hier zo. Doen we eventjes zo. Ik ben net wakker. Ik ben echt fit gewoon. Ik ben gewoon. Ja, gewoon fit ben ik. Ik ben gewoon lekker fit. We zouden nog een videootje aanknallen. Nu. En dit gaat allemaal best. Doen we even de skeletons in de back. Zo. Hebben we 2 hitjes via links gepakt. Dan is dit wat minder. Dat is dat wat minder. Doen we eventjes zo. Gaan we gewoon even kijken. Hebben we een sneeuwballetje voor zijn bats. Wat vaak zie je bij ballonnen bats. Ah, damn boy. Oké. Inferno. Inferno net op tijd. Wat ik wel weet is dat ik sneller naar mijn Hogwarder kan cyclen dan jij naar Inferno. Want ja, dat was echt last minute Inferno toren. Even kijken. Laten wij dan gewoon afspreken dat we de arches, zou ik zeggen, overhouden. Maar ik zit nu te denken, wat wil je nu anders dat ik, wat ik in ga zetten, vriend. Dus we doen even de arches hier zo. Doen we de skellies in de back. En dan hebben we nu eigenlijk alweer een Hogwarder. Dan doen wij nu de barbaar. Doen we nu dit en gaan we dit snowballen. Bam, en dat mislukte. Jammer. Ik dacht wel dat ik in ieder geval een. Ik dacht wel dat ik dat zou kunnen verdedigen. Nu komt zijn ballon. Even kijken hoe we dat gaan doen. Doen we eventjes de Ice Golem hier zo. Dat die musketier in ieder geval op die Ice Golem gaat. Ja. En dan zijn we nu net op tijd. Met dit, dan gaan we dit. Ik hoop niet dat hij een zapspel heeft. Dan zijn we een beetje in de problemen. Nice. En die Barbarian Barrel die was een beetje raar. Waarom deed ik die? Weet ik niet. Prima verdedigen op zich. We moeten wel een beetje oppassen. Ik merk dat deze vent wel goed is. Deze weet echt wel wat hij aan het doen is. We gaan snel Hogwarder via deze kant. Komt hij te Furnitore. Britney is min 1 tweede frame. Let's go. Zou die een vuurbal hebben? Ik heb zo'n gevoel dat hij dat niet heeft. Dus ik durf mijn Archers nu aan één kant te droppen. We doen even de Ice Golem hier zo. Doen we even de skellies hier. Nee, we doen niet de skellies hier. Want ik dacht dat hij zou komen met zijn miner op mijn Infernatoren. Zoals net. Dat deed hij nu niet. Wat betekent dat wij nu Ice Golem dit gaan doen? Ah, damn it boy. Oeh, die Hogwarder ging een beetje dood daar. We gooien even een Earthquake hierop. Zodat we sowieso een beetje die... Ja, die skellies gaan ook nog... Nee, die gaan niet dood. Dat is wat minder. Doen we eventjes dit. Oké. Doen we eventjes snel. Gaan we dit eventjes wegsnowballen. Bam. Eventjes weg met dit. Moeten we wel een beetje oppassen nu voor een hitje. Niet in it. Let's go. Oké, ik heb zo'n gevoel dat wij eventjes andere lane moeten gaan. En dat gaan we nu dus ook doen. Let's go. Dan kan hij gewoon niet die druk hoog zetten. Ja, kijk, dat is mooi. Ah, dat is niet mooi. Want die... Even kijken, jongens. Even kijken. Skellies hier. Nee, skellies daar. We moeten even die musketier oppakken. Want die musketier loopt de hele tijd gek te doen op onze Hogwarder. Dat is echt gewoon niet wat we willen zien. Twijfel om te lane switchen. Ik blijf toch aan deze kant.
Earthquake hem gewoon lekker weg. De Skelly is hier voor zijn miner die er nu aan gaat komen. Ik denk dat we gewoon wat sneller moeten cyclen. Ik denk dat dat het idee gaat zijn van deze video. Bam. Zo. Ah, weer. Ik had gewacht dat hij dat zou doen. Met die miner daar. Nee, jongens, we moeten wel dezelfde kant op. Waarom? Omdat we anders gewoon... We gaan nooit meer die 1400 damage. We hebben dat gewoon zo lekker gedaan. Dat gaan we nu niet meer nog een keer doen, zeg maar. Zoveel damage. Dus we moeten eigenlijk er gewoon nu doorheen komen. En ik weet niet hoe we dat gaan doen. Arch is weer in de back. Oh, dit is lastig. Dit is lastig. Ik gok hierop. Ja, top. Ah, dat is wel goed. Maar dan... Oh, dan doet hij toch wel raar weer. Oh, nee. We hebben verloren. We hebben echt zo goed als verloren nu. Even kijken. Ja, hij komt continu. Kan hij met die musketier komen? We hadden eigenlijk wel moeten lane switchen, zie ik nu te denken. Maar ja, weet je wat wil je dan, Floren? Kijker, wat wil je dan? Hoe wil je dan dat ik dit ga winnen? Ja, hier, hoppa. Kom maar weer met je musketier. Dan ga ik nu wel eventjes wachten, ja. Want ik weet dat hij nu de hele tijd dat doet. Dan moeten we dit wegsnowballen. Zo. Dat is op zich nog wel goed gegaan. We hebben geen damage hit te pakken. We moeten nu een andere lane. Geen hit, musketeer, goed zo. Nou, misschien kunnen we het gelijk spelletje van maken, jongens. Dat wordt dan het doel. Gooi ik hier een ice golem op. Wacht ik even tot die geland is. Bam, ja. Dan moet ik eventjes... Oh, wat? Nu zou ik mine chippen als ik hem was, hoor. Volledig mine chippen. Ik weet niet wat deze vent aan het doen is. Ja, ik weet echt niet wat hij aan het doen is. Dit kan ik... Doet dit een hitje? Ik durf het niet aan. Ik moet skellies doen. We kunnen namelijk dit gewoon gelijk spelen. Zo. Doe ik dit hoog. Doen we dit zo. Hoppa, let's go. Ga maar lekker die skellies eten. Yes, we hebben dit gelijk gespeeld. Zo, hoe we dat gedaan hebben, weet ik ook niet meer. Het is vies. Maar we hebben dit hoogst waarschijnlijk gelijk gespeeld. Ik zal nog eventjes oppassen, want we weten natuurlijk nooit. Dan heb ik hier 5, 4, 3. Nee, ik kan hier niks meer doen. Let's go. We hebben dit gelijk gespeeld. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat is eigenlijk al beter dan verliezen natuurlijk. Doen we nog even een laatste potje. Maar dit is wel ziek dat we dit gewoon nog gelijk wisten te spelen. Want hier hadden we echt heel veel stress. Ik had op een gegeven moment dacht ik, kun je het ook gewoon gelijk spelen? Ja, nee, weet je waarom niet? En dat deden we ook gewoon lekker. Ik had meer moeten lane switchen, maar hij speelde gewoon heel goed. Ik denk dat dit een betere speler was dan ik. We hebben gewoon een beetje geluk gehad. Kom je tegen China? Nou, gaan we even kijken of we China kunnen pakken. Kom maar aan, vriend. Ik weet niet of ik hier zo blij ben. Dat ik net niet mijn earthquake heb wanneer hij met zijn furnace komt. Royal Giant vind ik op zich niet heel erg. Is het Royal Giant? Het is een prins? Even kijken. Doen we het zo. Zo, daar schrok ik een beetje, hè. Ik dacht even van, gaat die prins nou echt te verraar doen? Maar gelukkig ging die prins niet gek doen. Even afleiden, zo, let's go. Ja, het is even jammer dat we nu die earthquake niet in cycle hadden. Dat is natuurlijk al lang op die furnace gegooid. Maar ja, die hebben we nu niet. En nu een earthquake gooien is een beetje zonde. Dus wij doen het even op deze manier. We moeten dit even snowballen. Bam, weg. Nice. Dan moeten wij dit eventjes barbarian barrelen. Zo. Dan hebben we wel veel damage gedaan. Dan zit ik even te twijfelen. Ik pak toch die skellies. Ook al zijn die skellies heel lekker tegen de prins. Pak ik toch even die skellies mee. Anders had dit waarschijnlijk 500 damage gedaan. En ja, weet je. Ik leef in het hier en nu. Ik kijk zo wel hoe ik die prins ga stoppen. En ja, zo te zien heeft hij het niet door dat dat mijn prins counter is. Dus hij komt niet eens met zijn prins. Ik verwacht wel als ik nu met mijn hokwaarder kom dat hij met zijn prins komt. En ik ga dit lekker earthquaken. Bam. Ja, dan haal ik net die achterste mee. Dat is nice. Earthquaken we dit lekker weg. En ik heb wel zo'n gevoel dat dit allemaal wel goed gaat komen. Hij heeft dus wel die... even kijken. Gaan we dit even ice golemen? Bam. Let's go. Nice hoor. We spelen echt niet slecht. Dan komt hij met prinses. Doe gewoon even arch in de back. Gewoon even rustig doen. Gewoon niet raar doen. Ik wacht heel veel op mijn hogridertje. Even kijken. Ik heb nu pas mijn barbarian barrel. Want anders zit ik op 10. Bam. Die kan ik mooi hitten. Doen we even dit hier zo. Doen we nu de hogrider. Let's go. Hij zept dat. Ik weet niet waarom eigenlijk. We gaan dit gewoon lekker earthquaken. Gewoon niet stressen. Gewoon niet gek doen. Gewoon earthquaken. Gewoon omdat het leuk is. Bam, dan doe ik nu de arch in de... Nee, ga ik nu dit wel even dit doen. Doe ik snel dit hier zo en dan snel ook nog dit hier. Ja, dan komt hij nu met dit, dat had ik al verwacht. Dan snowballen we dit zo weg.
Moeten we even oppassen, want als hij opeens een freeze heeft, dan ben ik echt nog niet jarig, maar dat heeft hij niet. Let's go. Hebben we nu de earthquake voor zijn tombstone, maar hij komt nu met zijn furnace. Dus nog beter, of allebei, weet je. Maakt me nog blijer. Maakt me nog blijer. Let's go, hitje. Nee, helaas niet. Doe ik eventjes de Baron Barrel hier zo. Doe ik de Arches hier zo. En doe ik de Ice Golem hier. En dan kom ik nu met mijn Hogwarden. Kijk eens aan. Wat een prachtspel is dit, jongens. We spelen echt lekker. Earthquake erbij. Earthquake gewoon erbij. Bam, bam en bam. En dan kunnen we... Volgens mij is het 4... Nee, dat is 56, precies. Volgens mij winnen de Clash Royale gewoon dat ik win, jongens. We hebben er 2 gewonnen, 1 gelijk gespeeld. Ja, ik ben hier echt meer dan tevreden over, jongens. Ik hoop nog een leuke video. Ik ga zeker door deze Grand Challenge. Misschien kunnen we wel even rond... Ja, ik ben altijd blij als ik 7 winst haal. Dat vind ik altijd al wel prima. Ik hoop nog een leuke video. Zien we voor een video en tot dan, mensen.